is de bedoeling dat het sportcentrum eigenlijk gaat evolueren naar een modern, duurzaam sport- en vrije tijdspark waar het gezellig is om te spelen, te bewegen en elkaar te ontmoeten. Het masterplan Sportpark is een visie op lange termijn waarbij de bouw van de gym- en trampolinehal de belangrijkste doelstelling is. De nieuwe hal die zal komen naast onze oude sporthal langs de Ringlaan. En het is de bedoeling dat er ook bijhorende kleedkamers worden aangebouwd. Daarnaast zal deze nieuwe bezetting een zegen zijn voor de andere sportclubs. De clubs zullen minder moeten uitwijken, ook met de komst van het cultuurhuis. Ook de cafetaria zal vernieuwd worden, gerenoveerd, samen met een nieuw terras en een evenementenplein voor de sportgebouwen. Een tweede belangrijke zaak binnen ons masterplan zijn de open speelruimtes voor de kinderen. Alle speelterreinen zullen meer zichtbaar worden, goed zichtbaar van op het terras van de gerenoveerde cafetaria. Er komen ook open speelruimtes waar het heerlijk vertoeven is voor iedereen. Het sportcentrum zal evolueren naar een groen park en daarnaast zullen bepaalde asfaltstroken weggenomen worden om alles te ontharden met waterdoorlaatbare gronden. De bedoeling is om eerst de gym- en trampolinehal te bouwen en er zal binnenkort een architect worden aangesteld voor het ontwerp en het uitwerken van deze realisatie, waarbij de bouw zelf zal starten in 2023.